word vooral gefrustreerd van dat de algemene opinie over Haiti zo slecht is. Corruptie, een lakse overheid, hulpverlening die maar niet op gang komt. Over Haiti horen we in de media de laatste dagen weinig goeds. Jip Nelissen, een architect die sinds maart in Haiti huizen bouwt, heeft een andere boodschap. Om kort door de bocht te gaan, ik denk dat het met bepaalde delen van Haiti zeker stukken beter gaat. Jip ontkent niet dat de wederopbouw van Haiti zijn problemen kent. Maar hij wil liever kijken wat hij op kleine schaal kan doen. Een lichtpuntje is dat vorige week een pasgetrouwd stel in een nieuw huisje is gehuisvest. En die heeft hun huwelijksweekend in een huisje doorgebracht. En Cordet heeft samen met de bewoners het huisje versierd met hartjes. Dat is echt fantastisch. Ik heb nog nooit zulke trotse mensen gezien. En zo gelukkig.